Op 22 en 23 februari 1941 worden er 389 Joodse mannen tijdens razzia's in Amsterdam opgepakt en weggevoerd door de Duitsers. Een van de 389 verhalen is het verhaal van David Zilverberg, roepnaam Lart. Hij is de oudste van een gezin met 6 kinderen. Lart is een bokstalent, hij is politiek bewust, heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en hij is bereid tot actie. En dit komt tot uiting in zijn verzet tegen het opkomende fascisme, tegen de NSB en tegen de opkomende onderdrukking van de Joden. Hij sluit zich samen met zijn broers aan bij een verzetsgroep en geeft leiding aan knokploegen die vechten met NSB'ers op het Waterloopplein. Het gevecht van 1941 waarbij NSB'er Hendrik Coot om het leven komt, is het grootste gevecht dat hij levert. Lart overlijdt na een jaar in kamp Mauthausen. Ook zijn broers en ouders worden vermoord door de nazi's. De enige overlevende van het gezin Zilverberg is zijn zus Estella. De razzia's vormden de directe aanleiding voor de februaristaking van 25 en 26 februari 1941. In de tentoonstelling van het Stadsarchief vind je de andere 388 verhalen die je kunt bezoeken als het archief weer open is. Kijk tot die tijd op de website.